Permettez-moi de grâce de prendre part. Nul n'a suivi ma trace, j'ai quitté le palais au premier feu.
Blonde, de scène en de aria van Ophélie uit de vierde acte van Hamlet van Angoise Thomas. Dat gezongen door de sopraan Annick Massis, de Radio Kamerfilharmonie onder leiding van Kees Bakels. De bekende waanzinscène uit deze opera van Thomas.
opera uit 1868. Vol coloraturen. En die komen Annick Massis heel gemakkelijk de keel uit. Zoals u hoorde. En dat wordt hopelijk gewaardeerd door het publiek hier in de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Bloemen voor Annick Massis. Een zoen voor de suppost die de bloemen aanreikt. En bloemen op voor Kees Bakers. Zoveel enthousiasme vraagt bijna om een toegift. Maar of die erin zit, dat weet ik niet. Er wordt een beetje overlegd tussen Annick Massis en Kees Bakels. Maar ze komen nu toch wel allebei de trap op naar boven. Daar zijn ze weer. Een beetje overleg nog op de trap, dus er zal nog wel iets volgen. Kan nog moeilijk anders met zo'n enthousiast publiek. Iedereen staat. De matinee heeft er weer een lieveling bij, zal ze merken. Bloemen uit het publiek zelfs voor Annick Massis. Die daar een hele mooie rode jurk rustig al dat applaus in ontvangst neemt. Weer even wat overlegd met Kees Bakels. Ja, wat moet je als ze zo enthousiast reageert op je zangkunsten. Er volgt nog een toegift. Iedereen gaat weer zitten. Kees Bakels zegt wat. Dames en heren, we hadden allemaal prachtige ideeën voor toegift. Mevrouw wilde walsen zingen. Ik wilde walsen dirigeren, maar het bleek dat niets met elkaar klopte. We waren allemaal verschillende walsen. Dus het enige wat ons te doen is, te doen staat, is dat we het slot van de tomaat die u net heeft gehoord, nog maar een keertje beluisteren. Een technisch detail voor het orkest is 78. Thank you.